bij ons Mare van Hooijdonk bij het fantastische kinderdorp Okidoki. Mare, we hebben mooi weer van de week. Dat is heel belangrijk altijd, hè? Ja, dat is zeker belangrijk. We waren er even bang voor, maar het lijkt erop dat het mee gaat vallen. We dachten eerst, we krijgen de hele week regen zoals het weekend, maar... Nou ja, volgens nog schijnt de zon en ik heb ook gehoord dat het nog even zo blijft. Dus wij zijn tot nu toe hartstikke tevreden. Ja, 43ste keer. Wat we eigenlijk willen weten is dat groepje mensen waar jullie mee samenwerken, hoe groot is die inmiddels? Het aantal vrijwilligers, we hebben er nu meer dan 300 rondlopen hier. En het is zelfs zo, zoals nu al de afgelopen paar jaar, is dat we eigenlijk helemaal vol zitten. En dat we zelfs tegen mensen moeten zeggen, en dat vinden we echt heel jammer, maar dat ze helaas niet mee kunnen doen. Omdat we echt gewoon, met 300 redden we het. En meer kunnen we ook echt niet gebruiken. Dus dan weten we niet waar we ze moeten laten. Dus, zouden ze dan niet nog een keer er nog een weekje aan vast kunnen knopen? Want als het aantal mensen wat mee wil doen, de kinderen, dat is wel heel groot. Hè? Dan kan je misschien wel 2-3 weken mee vullen, hè? Nou, het is inderdaad ook voor de kinderen. Het is zo dat we dit jaar waren we net uitverkocht. Dus, en natuurlijk zijn er altijd kinderen die ook nog wel zouden willen komen. En we hebben er wel eens over gedacht hoor. Van misschien moeten we het nog een week doen. Maar dat is toch wel organisatorisch wel een hele uitdaging, denk ik. Want als je al kijkt dat we nu al donderdag zijn begonnen met opbouwen. En vandaag begint het dan. En we zijn ook weer een halve week bezig met afbreken. Dan denk ik, 1 week is wel genoeg. Het thema deze week? Dit jaar is het thema... heet de Speelgoedfabriek. We hebben hier in de grote tent een heuse speelgoedfabriek. En dokter Spielmacher, dat is de directeur van de speelgoedfabriek, die heeft een hele grote vergroot-verkleinmachine. En daarmee kan hij klein speelgoed heel groot maken. Nou, ik weet niet of de kinderen zullen net ook wel die auto aan het begin van de stoet hebben gezien. Het was een hele grote, op afstand bestuurbare auto. En we hebben ook een mega Barbie en een mega cowboy hier. En die zijn dus ook door die vergrootmachine heen gegaan. Dus... Ja. Dat wordt weer een fantastisch kinderfeest. Dat is zeker weten waar. En volgens mij wordt er in ieder geval heel veel gespeeld. En wat wil je nog meer hier op Okidokidorp? Alleen maar spelen, toch? Wat maakt Okidoki nou zo speciaal? Dat je het kan bouwen. Ja, hetzelfde. Ja, en ook gewoon andere dingen. Met achterveld en klimmen. Het is gewoon leuk. Ja. Elke dag Okidoki? Ja. 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 De gemeente heeft aan de wiegen aangevraagd wat ze met het Oosterpark moeten doen. Wij vinden elke dag Okidoki dorp. Wat vinden jullie? Ja, hetzelfde. Ook hetzelfde. En wat is zo leuk dan? Het hutten bouwen. Ja, timmer en zo. Dus elke dag als het aan jullie ligt? Ja, eigenlijk wel. Gijs, wat ga je bouwen? We gaan een hut bouwen in de vorm van een Lego-blok. Bedenk je dat nou in één keer of had je dat gisteravond al bedacht? Nee, dat hebben we net bedacht. En zijn de spullen ervoor? Ja. Ga je het ook een kleurtje geven? Denk het wel. Je hebt er zin in? Ja. Wij vragen ons eigenlijk af of het elke dag Okidoki dorp moet zijn. Wat vind jij? Nee, dat hoeft ook weer niet. Want? Nou, dan is het niet meer leuk. Succes met het zagen. Bedankt. Wat ben je aan het doen? Ik ben deze plank hier aan deze pallet aan het vastmaken. Oké, we hadden een vraag voor jou. Vind je dat het elke dag Okidoki dorp moet zijn? Ja. Waarom? Omdat het gewoon leuk is. Ik ook. Waarom? Omdat Okidoki echt heel leuk is. Ja, wat is er dan zo leuk aan, man? Het is gewoon een leuke activiteit, hutten bouwen en alles. Hey Joy, die zit erin, hè? Ja. Wij dachten dat het elke dag Okidoki dorp moest zijn. Wat vind jij ervan? Ja. Waarom? Omdat het is leuk en je kan zeg maar hutten bouwen. Ga je elke dag met heel veel plezier hier naartoe? Ja. En 's nachts kan je wel goed slapen? Ja. En wat is het nou het allerleukste van Okidoki? Dan vind ik toch de hutten bouwen. Nou, Olivier, die zit erin, hè? Mm-hmm. Vind je het leuk? Ja. Wij vinden eigenlijk dat het elke dag Okidoki door moet zijn. Wat vind jij? Ik ook. Waarom?
ik vind Okidoki Dorp gewoon heel leuk. En als je dan s'avonds naar bed gaat, denk je dan aan de volgende dag ga ik weer naar Okidoki Dorp? Ja. En wat hoop je dan dat het zal gaan gebeuren? Weet ik eigenlijk niet. Gewoon leuk bouwen. Milou, wat is er toch gebeurd? Ik was aan timmeren en toen kreeg ik een hamer in mijn oog. Oh, doet het erg pijn of valt het nog wel een beetje mee? Het valt wel mee. Milou, wij dachten dat het eigenlijk elke dag Okidoki Dorp moest zijn. Wat vind jij? Nou, niet elke dag, want dan kan je ook niet naar school. Maar school is ook wel belangrijk, want anders dan leer je ook niks. En wat vind je het leuke van Okidoki Dorp, behalve dit? Gewoon dat je hutten kan bouwen en gewoon kan doen wat je wilt. Terwijl de kinderen rustig doorbouwen, zullen we woensdag weer aanwezig zijn, want dan is Robin van Kraaijdert. En hij gaat met de kinderen een nat pak halen.